Componist Merlijn Twaalfhoven en theatermaker Marjolein van Heemstra zijn omgeschoold tot docent aan de Academie voor Onzekerheidsvaardigheid. Het idee, nu de bestaande samenleving onderuit ligt door corona, is het kunnen omgaan met onzekerheid onmisbaar. En laat dat nou net zijn waar kunstenaars bedreven in zijn. Merlijn en Marjolein gaan samen met onder andere Waldemar Torenstra en Abdelkader Benali de komende weken lesgeven aan scholieren. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, Merlijn, het is jouw idee, deze Academie voor Onzekerheid. Vertel, wat is het precies? Nou ja, ik merkte eigenlijk dat toen onze lockdown toesloeg... dat ik zelf heel veel onzekerheid en verwarring kon ervaren. Maar dat stukje kunstenaar in mij, de componist, die werd eigenlijk helemaal wakker. Die dacht van alles, van stel dat dit gebeurt. Wat zou als het dat gebeurt? Weet je, allerlei scenario's ontstonden er. Toen dacht ik van, is dat niet eigenlijk wat bij mij misschien helemaal gaat leven? Wat we eigenlijk sowieso in het leven heel erg nodig hebben. Mm-hmm. En kan ik misschien wat van mijn onzekerheidsvaardigheid overbrengen naar een generatie die per definitie te maken krijgt met extreem grote veranderingen. En extreem, echt het wegvallen van heel veel zekerheid. Ja. De komende 30 jaar. Eigenlijk voor corona al, maar nu met corona nog meer, zou je kunnen zeggen. Maar wat is dat dan in kunstenaars? Hè? Want er doen allemaal kunstenaars mee, net als jij, Marjolein. Wat is dat dan in kunstenaars dat zij hier nou juist goed in zijn? Nou ja, niet alleen kunstenaars, maar kunstenaars zijn over het algemeen natuurlijk wel getraind in iets maken van niets. Zo. Mm-hmm. Je wil het onzichtbare zichtbaar maken. Je begint bijna altijd met een vraag of een fascinatie waar je nog geen vorm voor hebt. En eigenlijk is de kunst is de zoektocht. Dus mensen zien altijd het eindproduct, maar het gaat natuurlijk om de weg ernaartoe. Daarin zit het kunstenaarschap. Want dat is een zoektocht vol twijfel en niet weten en zoeken. En als je een voorstelling maakt, dan weet je echt niet wat je over een paar maanden op de vloer gaat zetten. Mm-hmm. En daar moet je mee om kunnen gaan. En dat is ook 1000 doden sterven. Maar je weet dat het nodig is om uiteindelijk ergens te komen. En soms lukt het en soms niet, maar die weg ernaartoe, dat is eigenlijk het kunstenaarschap. En ik denk dat die weg, die delen met mensen, zodat mensen niet alleen maar denken aan een schilderij bij kunst, maar echt aan die levenshouding, dat kan heel cruciaal zijn. We gaan zo nog even iets meer ontleden met wat jullie dan aan die leerlingen vertellen. Maar we gaan eerst even naar jou, Merlijn. Want jij hebt deze academie opgericht. Maar mensen kennen jou natuurlijk als de componist die de concertzalen verliet eigenlijk. En naar conflictgebieden ging om daar muziek te maken. Je bent in Syrië geweest, Palestina, Israël, Jordanië, Cyprus. Laten we even naar een klein stukje kijken. Ja, maar hier ben je ermee gestopt. Waarom ben je hiermee gestopt? Die laatste seconden waren het gewoon het concertgebouw in Amsterdam. Ja. En dat is natuurlijk een droom. Het is prachtig om met die aandacht, die focus, daar iets moois neer te zetten. Maar op die reizen, die projecten die ik deed, merkte ik eigenlijk dat wat ik te bieden heb, veel meer of anders is dan puur zo'n mooie ervaring, zo'n mooie afgewerkt kunstwerk. Mm-hmm. Die kunstenaars mindset is eigenlijk iets wat vaak ontoegankelijk is voor je publiek. En om dat te delen, werd eigenlijk mijn, zag ik als mijn opdracht. Dus om mensen mee te slepen in wat is nou die soort van openheid die je kan hebben in het moment. Om dingen te zien die misschien anders weer aan je aandacht ontsnappen. En waarom denk je dat we dat nodig hebben? Ik geloof dat wij een maatschappij leven die is geobsedeerd met zekerheid. Hmm. Met tastbare zaken. We krijgen de hele dag reclame of het nieuws vertelt hoe alles precies zit. En dat is voor een groot deel schijn. Het is een buitenkant die we heel zeker maken, maar daarachter zitten heel veel vragen. Hmm. En om dat aan te boren, dat werd mijn zoektocht. En toen merkte ik dat ik als componist eigenlijk een beetje gevangen zat in dat idee van dat het altijd van die perfecte producten moesten zijn. Dus ik heb dat opengegooid. Ik ben eigenlijk een beweging begonnen en dat noem ik de Turn Club. Het is een club met kunstenaars, met veranderaars, denkers. En samen proberen we
dit eigenlijk gewoon op allerlei plekken te brengen waar het nodig is. En heel veel scholen doen al mee, hè, zijn geïnteresseerd. Even naar die eerste les, want jij hebt al een les gegeven. Hoe reageerde de klas? Nou, het was eigenlijk heel mooi om in eerste instantie vooral te vragen naar de scholieren via natuurlijk online programma. Om te vragen van wat heb je meegemaakt wat je voor het eerst hebt gedaan de afgelopen weken. Ja. En dan komen er verhalen over dingen die mensen zelf moesten uitvinden. Alleen zijn of misschien toch de zorg voor een oma of iemand die wat normaal gewoon geregeld is. Waar mensen nu nieuwe vormen voor moesten vinden. Maar ook verhalen over de natuur en de stilte en de lente. En vervolgens hebben we gekeken van, zijn er aspecten van het wat we nu meemaken, wat je misschien wel wil bewaren? Stel, je mag iets kiezen en dat neem je mee naar het leven na corona. Wat is dat dan? Toen bleek eigenlijk dat het vooral zaken zijn. Normaal neem je ze gewoon vanzelfsprekend, inderdaad. De relatie met de vrienden en de mensen die je hebt. Het gevoel van nabijheid. Ook vormen van het willen zorgen voor elkaar. Ja. Eigenlijk, het klinkt... Dus je spreekt ze op een ander soort level aan, eigenlijk, deze kinderen. Marjolein, jij bent theatermaker, dichter, schrijver. Waarom doe je mee aan dit initiatief? Wat denk jij mee te kunnen geven aan die kids? Wat ik net zei, vind ik dus heel belangrijk om die weg mee te geven. Dus ik zou graag iets willen vertellen over mijn maakproces en dat willen delen. Dat ik altijd begin met een vraag en dat ik nooit een antwoord vind. Maar de vraag zet je in beweging. Dus eigenlijk dat het goed is om een vraag te hebben en goed is om iets niet te weten. Want daardoor ga je bewegen en ga je zoeken. En je komt altijd ergens anders uit en dat is natuurlijk een enorm cliché. Maar ik denk wel dat we dat over het algemeen gewoon heel vaak vergeten. Ik denk ook dat die zekerheid, die schijnzekerheid jongeren vaak onzeker maakt. Dus dat eigenlijk dat onzekerheid veroorzaakt. En als we het omdraaien, dat meer toelaten van onzekerheid je misschien wel zekerder kan maken. Dat vind ik heel belangrijk. Ook voor kinderen, ook voor mijn eigen kinderen. Als ik kijk van, je mag onzeker zijn en daarin vind je denk ik zekerheid. En ik zou zelf heel graag over de ruimte willen hebben. En ruimtevaart, dat is een groot thema in mijn werk. Ja, als je het hebt over onzekerheid en niet weten, dat we zijn omringd door niet weten. Weet je wel, we zitten nu op een planeet, een soort middelgrote planeet, aan de rand van een melkweg. Er zijn miljarden sterrenstelsels. Er is waarschijnlijk buitenaards leven. Daar zijn we nu pas net naar op zoek gegaan. Er is zo verschrikkelijk veel wat we niet weten. En dat vind ik dat zo verpletterend. En wat ik zelf ook leuk vind om te delen is dat ik heb niet eens wiskunde gedaan als eindexamen, maar ik heb me de afgelopen jaren helemaal in die European Space Agency gewurmd, gewoon met mijn nieuwsgierigheid. Dus als kunstenaar, hè? Ja, ik ben daar gaan zitten ik ben nu huisdichter en En André Kuipers heeft een gedicht meegenomen naar het ISS. Dus dat je ook als soort anti-expert overal bijna binnen kan komen. Ja. Als je een soort openheid en nieuwsgierigheid hebt. En ik denk dat dat heel goed is ook voor jongeren om te weten. Want heel veel werelden voelen heel gesloten. Ja. Maar je mag eigenlijk met een vraag ergens komen. En heel vaak is er dan veel meer mogelijk dan je denkt. Heel mooi. Jij deed ons als redactie denken aan het interview dat Adriaan van Dis had met Yuval Harari. Eerder dit jaar voor DWDD Heimwee. Hier is Van Dis. En Adriaan van Dis vroeg wat we onze kinderen moesten leren. Laten we even kijken. When you decide what to teach kids today in school, you need to think, what will they actually need in 20 or 30 years? You can't wait and see and then go back in time and change the curriculum. And what do they need? An open mind? Because we don't know what the job market would look like, focusing on any particular skill could be a wrong bet. So the best bet is to focus on the very ability to learn and to change really to kind of reinvent yourself again and again throughout your life. Ja, jij zat te knikken, Marjolein. Ja, die flexibiliteit, daar gaat het natuurlijk heel erg over. Ja. En dat bewegen, dat vind ik ook heel mooi. En waarom is dit nou echt iets wat kunstenaars hebben? Nou, het is een vorm van wendbaarheid. Ik geloof dat veranderen, iedereen praat over verandering. Maar heb je het vermogen om zo scherp waar te nemen, zo open te zijn, dat je ook die andere weg ziet. En net als je moet bijsturen, zie je op een gegeven moment, ik kan
dat pad op. Ja, en wat nog wel misschien belangrijk is, waar wij het ook net over hadden, dit is niet iets van kunstenaars. Mm-hmm. Dit is een levenshouding die je als kunstenaar nodig hebt voor je werk. Maar er zijn heel veel mensen die dit ook hebben in hun eigen werk. En ik vind het ook zo belangrijk dat jongeren snappen... Ik kan er wel aan relateren. Want ik begin ook met vragen, met nieuwsgierigheid. Ja. Dat is gewoon hoe ik een interview met jullie, met iedereen voorbereid. Ja. Ja. Wat wil ik hier nou van weten? Wat wil ik hiervoor over begrijpen? Ja. Nou ja, en dat is, dus ik vind het belangrijk dat die kunst ook niet, dat is niet zoiets. En wij zijn de kunstenaars en wij weten het. Maar toevallig hebben we die expertise en kunnen we dit delen. En ik hoop ook dat veel meer mensen dan snappen, oh, ik ben eigenlijk ook een kunstenaar. Of ik kan dat ook. Mm-hmm. En de vraag is er faalruimte? Hebben wij hebben een beetje faalruimte hier binnen nou, redelijke proporties. Maar kunnen we in ons leven faalruimte inbouwen? Ja. We noemen het vaak gewoon spelen. Ja. En een kind speelt. En daarmee leren we ongelooflijk veel door te vallen. Mm-hmm. Of dat dingen gaan mis en weer op te staan. Maar we proberen dat zo snel mogelijk kwijt te raken. Heel school is ook gericht op antwoorden geven in plaats van hoe stel je andere vragen? Of hoe stel je misschien goede, scherpe of ingewikkelde vragen? Ja. Nou, mooi. Ik denk dat jullie heel veel kinderen gaan inspireren. Dank jullie wel, Marjolein. Dank je. En heb je interesse in de Academie voor Onzekerheid? Kijk dan op turnclub.org of stuur een mailtje naar mail@turnclub.org.